Nee, dat klopt. Nee, maar goed, ik zou je uit de droom helpen, want ik was erbij. Dat was in 1987, toen won Jelle Nijdam de proloog. Was ik 4. Was je toen 4? Ja. Maar dan ben je een heel klein meisje, hè? Ja. En toen won Jelle Nijdam de proloog in de Tour de France over de Kurfürstendamm. Maar heb je daar iets mee met Berlijn? Ja, we komen oma vandaan. Oh, echt? Ja. Nee, meen je niet? Ja, echt. Ja, kijk eens, dus hadden we dat toen maar geweten. Ja. Hey, mooie oma. Ja. Ja, dat wisten wij niet, hè? Maar goed, dat was een proloog en die was zo plat als een biljartbal. Dat was gewoon 4 kilometer in Jelle en 4 kilometer terug. Maar wij hadden een dokter bij de ploeg, ja, wel een dokter. En dan moet je nou eens horen, die gaf Jelle Nijdam een advies. En Jelle, wat deed die dokter jou adviseren? Want ik vind het een ongelooflijk verhaal. Ja, het was een proloog en je weet, als je een proloog hebt, moet je inrijden in zo'n proloog. Je moet warm zijn, zoals een voetballer ook van tevoren warm loopt, moesten wij dat ook doen. Maar die dokter zei tegen mij van, weet je wat je moet doen? Je moet vanuit de auto, vanuit het hotel, de auto instappen, naar de schafot rijden van de start. En gewoon koud op die fiets te gaan stappen en te gaan starten. Ik zei, ja, maar dat is toch idioot, dat doe je toch niet? Ja, ik denk, ja goed, hij is dokter, hij zal het wel weten. Dus ik zeg tegen hem, nou ja, vrouw, ik doe het. En hij zei nog erbij van, ik krijg wel 10% van je gage als je wint, hè. Ik zei, ja, tuurlijk, dat krijg je van mij. Ja. Dus ja, toen ik dat gezegd had, ik won de proloog. En na afloop komt hij naar me toe. Hij zegt, die 10% die zit, hè. Ja, hij maakt een grapje. Maar dat is een hele rel geworden. Hij is nou dood trouwens, hè. Maar of dat er nou wat mee te maken heeft, weet ik niet. Hè. Ja, maar Jelle, die won de proloog en die had een geel trui. Maar ik had ook goed geluisterd, want ik had de oortjes altijd wel open. En ik denk van, als die dokter dat zegt, ik, nee, dan doe ik precies hetzelfde. Ja, niet gelukt. Ja, maar ik stond ook koud op het podium. En jongen, aantrappende dingen, ging goed, hè. Na 3 kilometer vol speed. Maar Jelle, jongen, na 3 kilometer, abgelaufen, niets meer daar, hè. Ik was echt helemaal naar de kloten. Ik kom over de finish, ik denk, dit is niet best. Wat denk je, s'avonds om 10:30 belt mijn moeder op, Harmke uit M. En Harmke zegt, Jacobs, ik ben niet blij met jou. Ik zeg, moeder, wat is er nou? Nou, zegt ze, Mats Smeets zit net te presenteren en die roept dat jij 198ste bent geworden in jouw debuut van de Tour de France. Ja. Nou, dat is niet best. Ik zeg, maar moeder, doe 200 mee, je hebt 2 achter mij gelaten. Ja, zegt mijn moeder, zegt ze, want Smeets zegt er net met verheffende stem bij, er is 1 van gevallen en Jana, lekker bang. Ja, je moet het wel kunnen, hè. Kijk, en Jelle die kon dat. Ja, maar, en ik kon er geen kloten vallen. Dus, dat is eigenlijk een verhaal. Maar misschien, weet je, er zitten er nog wel een aantal op mijn rijtje, hè. Ja, wie zullen we erbij halen? Wie zullen we erbij halen? Wat denk je? Michael Bogert. Kijk, Michael Bogert, hey, de man die in 1990 de vergeet ik nooit meer, de Amsterdam Cold Race won op een hele speciale manier. En met die mooie witte tanden, natuurlijk, ja, dat weten we allemaal nog, hè. Hij won op... La Playa. Ja, La Playa. We willen dadelijk wel weten hoe dat is, maar Michael, weet je wat ik ook wil weten? Weet je hoe dat in 1999 ging... In de Amsterdam Cold Race. Theo Leroy, die was als ploegleider in de auto. En toen was de vrienden nog in Meersen. En dan moest je nog een klein rondje rijden. En in één keer zie ik Theo Leroy uit de auto stappen. En toen stapte er raas in. Ik denk, ja, ik weet niet waarom. Maar dat was wel speciaal volgens mij. Ja, dat was eigenlijk... Ik heb heel mijn carrière bij raas gereden. En alleen toen ik prof werd, toen deed hij niet meer zo heel veel ploegleider. Hij was meer de manager, maar niet meer de ploegleider. Maar in de Amstel was hij naast Theo Leroy gaan zitten. En kwam ik voorop met Lance Armstrong. En ik was altijd wel, als ik voorop kwam, dan wilde ik ook altijd rijden. Dus dat ging ik nu ook doen. En dat vond Raas nou niet een heel goed idee om met Lance Armstrong volle bak door te rijden. Dus op een gegeven moment hoorde ik de toeter van Theo. De bloep. En Theo komt naast me rijden en Raas die hangt echt helemaal zo over hem heen. En die roept tegen mij van, als je nog 1 keer op kop komt, trek je kop eraf. Ja. Bij Raas, ja, Jelle weet dat ook wel. Als Raas zoiets zei, dan luisterde je wel. En ik heb dus geen meter meer op kop gereden. En dat resulteerde gelukkig wel in de winst.
Het was een fantastische mooie overwinning. En jouw winst op La Plagne, kun je ons misschien nog eens meenemen naar die dag, hoe dat ging? Was natuurlijk, je deed heel lang voorop, maar neem ons eens mee. Je rijdt daar weg en dan? Ja, ik had best wel een beetje geluk. Ik had er wel voor moeten rijden om weg te geraken, maar er was een hele grote strijd gaande dat jaar voor de groene trui. En er reden een paar spurters tegen elkaar en die stuurden eigenlijk rappe mannen van hun ploeg mee om die punten weg te kapen. En ik kom boven op Telegraaf en dus ik kijk om en in de afdaling sluiten er drie spurters aan bij mij. Ja, die reden als een idioot naar beneden. En daardoor was ik echt op het uiterste gedreven om die mannen de wiel te houden. En hadden we gelijk eigenlijk 3-4 minuten beneden aan de afdaling. Omdat die mannen gewoon heel veel risico's namen. Dus toen was ik, kreeg ik eigenlijk een vrijgeleide naar de Col de Madeleine toen dat die mannen die punten wilden. Dus dat was eigenlijk, dus zulke dagen moet je natuurlijk ook een beetje geluk hebben. En dat was, dat is denk ik mijn geluk geweest. En op Madeleine ben ik eigenlijk gelijk alleen gegaan. En, toen werd het wel een beetje zwaar. Dat was op een gegeven moment niet echt leuk meer. Ik bedoel, de laatste 3 kilometer was leuk, maar daarvoor was het een ellende. En ik zat zo af te zien dat ik dikwijls heb gedacht van, jongen, wat ben ik nou aan het doen eigenlijk? En, Wat zei Van Houwelingen, wat zegt hij dan op die momenten? Nou, die is wel een paar keer naast me gekomen omdat ik was een beetje overfit aan het raken. En pakte overal drinken of water aan om over mijn hoofd te kiepen. En op een gegeven moment zei Van Houwelingen wel tegen me van, daar moet je mee stoppen, je moet geconcentreerd blijven. Anders dan is het allemaal voor niks geweest. En ik heb me gelukkig kunnen herpakken op La Plagne. En ook doordat ik had die klim natuurlijk al een keer verkend in juni. Dus ik wist precies wat er ging komen. En je hebt daar die bobsleepbaan van de Olympische Spelen 92, Albertville. En daar wist ik dat het even ietsje minder stijl werd. En dat gaf mij de gelegenheid om weer een paar tanden bij te schakelen. En de laatste 3 kilometer voor te blijven. En dat, wat dan gebeurt, die laatste kilometer, dan ben je alleen maar euforisch. En, dat is het mooiste wat er is. In ieder geval het mooiste wat mij is overkomen in mijn wielerleven. Nee, dat geloof ik ook wel, want het is een memorabele overwinning. En wij weten het allemaal nog, hè. En dat is altijd bijzonder aan zo'n machtig mooie overwinning in de Tour de France. Weet je, we gaan er nog iemand bij halen. En als dat dadelijk hier vol is, dan gaan wij er gewoon naast staan, Samantha. Dan komt het ook goed. Jonge benen. Ja, we hebben jonge benen. Maar van de ploeg van Wout Diels, er zijn er nogal wat. Alleen, weet je, als ik... ik ben dadelijk ook weer analist bij Tour de Jour. Maakt een mooi programma. Dit jaar niet met Wilfred Gené. Wilfred Gené, toppresentator, maar hij kan soms ook wel eens vervelend zijn. Hè? Want Wilfred die zegt altijd tegen mij, als hij mij aankondigt, dan zegt Gené, joh Jacobs, ik heb even op Wikipedia gekeken, kon niks vinden. dat is jammer. Weet je, maar ze meten. Trek je een boek beschrijven? Ja, maar. De meeste knecht. Maar nu komt er iemand bij. En ons vanuit Wout Diels. Een fantastisch goede dames wielrenster. Als je daar naar kijkt op Wikipedia. Ik kan die overwinningen wel opnoemen, alleen als je dat googelt, ben je 3 dagen bezig. Zoveel overwinning. Maakt niet uit hoor. Of het met een veldritfiets is, als het op de weg is, met een motorbike. Overal gouden Olympische medailles, wereldkampioenschappen, grote klassiekers. Mag ik een hartelijk applaus voor Marianne Vos. Ja, kijk, dat ben je. Ja, dankjewel. Ja, nee, maar weet je wat ik nog het allermooiste vind? Weet je, en dat had ik nooit verwacht. Ik ben een keer bij jou thuis geweest, hè? Weet je dat nog? Met Tour de Jour. Ja, dat vergeet je niet, hè? We reden niet allemaal naar dingen. Ik moest gewoon hard te maken voor Tour de Jour. En Marianne, ik vergeet nog meer. Bij al die overwinningen, jongen, en die certificaten, alles wat daar hangt, dat is imponerend. En toen zegt Marianne tegen mij, vroeger ging ik naar de Tour de France. Ik zeg, dat zou best. Je vader zei ook, dan gingen we kijken naar wielrenners en naar al die mannen.
En toen zeiden ze, ik heb ook een handtekening in het boekje. En die ging open, wat denk je, handtekening van Geert Jijons. Ik zei, ja, dat is, kijk, ik zei het boekje van, maar dat is mooi, hè? Ja, meerdere. Ik denk dat, ja, ik denk dat jullie inderdaad misschien wel een aantal keer, een keer of 15, 16 heb gevraagd. Dus ja, dan stond ik weer met mijn boekje. Had ik weer dezelfde handtekening. Ja. Maar ja, het blijft toch stoer, hè? Ja, maar ik vond het wel super stoer. Ik was echt zwaar vereerd hier dat ik, ja, van deze heren die hier aan tafel zitten begrijpen. Want ik denk, joh, handtekening van Geert Jacobs in het boekje. Van de grote Marianne Vos. Hey, dat is mooi, hè? Ik heb stiekem een foto van gemaakt. Dat is goed, hè? Ja, Marianne. Die, ja, volgens mij, want Samantha, die is nog wel van het dames. Weet je wel, de dames topsport. En die zei ook tegen mij: weet je, de waardering voor het damesvuurrennen, dat wordt steeds groter. En dat moet ook. Want een aantal jaren terug was niet eens op televisie. En nu als we naar de Ronde van Vlaanderen kijken, ja, dan kunnen we ook 2 uur dames wielrennen zien. Ik vind het eigenlijk gewoon een beetje belachelijk dat de winnaar van de mannen van de Ronde van Vlaanderen 20.000 euro pakt. En de winnaar van de vrouwen 2.000 euro. Dat ongeveer heb ik gehoord. Ja, dat is minder zo. Waarom is dat zo? Ja, waarom is dat zo? Jullie werken er net zo hard voor. Inderdaad, het is ook topsport en er wordt in principe gewoon net zo hard voor gereden, net zo hard voor geknokt, dezelfde inzet, dezelfde koers. En uiteindelijk merk ik wel dat het in ieder geval een stuk beter wordt. En de UCI, de Internationale Wielerbond, is er ook wel echt hard aan bezig om die prijzengelden op te krikken. Maar het is een jongere sport, de tak vrouwenwielrennen is wat later opgekomen. En dan heb je een inhaalslag te maken. Dus volgens mij zijn we hard bezig. En als ik zie hoeveel respect en waardering voor het vrouwenwielrennen is, ook hier van de mannen, van iedereen eigenlijk, dan is het toch wel, zie je wel dat het echt wel heel, heel hard vooruit is gegaan. Maar kunnen de vrouwen die niet in de top 3 staan even rondkomen? Het is voor heel veel absoluut geen vetpot, maar er zijn er wel steeds meer die fulltime de wielersport kunnen bedrijven. En daardoor zie je ook wel dat het niveau veel hoger wordt. In Nederland hebben we wel echt een hoog niveau met een aantal topploegen. Onze eigen Woudiersploeg dan natuurlijk. Maar je hebt ook Boels Zolmans, Sunweb. Dus met een aantal van die grote topploegen, dan krijg je een hoog niveau. En dan stuur je elkaar ook weer verder. Er is een profpeloton wat zeker gewoon daar fulltime mee bezig is. Mooi, en dat verdienen jullie ook. En gelukkig dat nu ook steeds meer op televisie is. Weet je, want als op televisie wordt uitgezonden, zo werkt het nou eenmaal. Dan is de sponsor in beeld, die wordt er blij van. En die geeft dan meer centjes. Ja, zo gaat dat. En dat verdienen die dames zeer zeker. We hebben nog een man en hij zit een beetje voor zich uit te staren. Hij heeft een wielenpak nog aan. En kon fantastisch goed sprinten. Dat kun je nou nog. En we halen hem er even bij, Kenny van Hummel. Ja, Kenny. Wij kunnen nou nog zitten, Samantha, maar straks niet meer. Want dan komen er nog 2 en dan moeten wij gaan staan. Maar dat is niet erg. Kenny, als je wordt aangekondigd en we zeggen van dat was een rode lantaarendrager in de Tour, dan word je niet zo heel blij. En dat gaan we dan ook niet doen. Maar dit jaar hebben we Tour de France, hè? Met 9 vlakke etappes. En volgens mij hebben we een hele goede sprinter in Nederland. Nou, volgens mij won die van de week ook weer, hè? Klopte die Cavendish en toch wel een handje vol goede sprinters weer. Dus ik denk dat die wel weer aardig in orde is, ja. Ja, hij is aardig in orde. En Michael, we hebben het over Dylan Groenewegen. Ja, hij is echt goed, hè? Hij is echt goed. Hij is opgeleid in de ploeg, Roomport, bij Michael Bogert. Hoe knap is dat? Dat is goed, hè? Dat die ploegen bestaan en dat die renners kunnen opleiden, waar wij dadelijk van kunnen genieten in de Tour de France.
Maar nu zitten hier toch een aantal mensen aan tafel die gewoon veel verstand van wielrennen hebben. Nou denk ik van, nou ga naar de Tour de France. Je hebt 9 vlakke etappes. En je neemt Groenewegen mee, de beste sprinter van de wereld. En je hebt ook nog een soort klasse mensrenners. Maar Kenny, dat gaat toch niet werken in de sprint? Ik denk dat als je als ploeg moet je wel echt een keuze maken nu. Wil je een sprinter gaan uitspelen of wil je een klassementsman lanceren voor het klassement? Want ik denk dat je niet die combi kan maken. Ik heb dat bij vakantielijst zelf ook meegemaakt. Daar wilden ze eigenlijk alles. Daar wilden ze de aanval in, ze wilden de sprint, ze wilden mijn Woutje, wilden ze klassement gaan rijden. Ja, dat werkt niet gewoon. Als sprinter zit je dan heel snel geïsoleerd, zit je alleen. En die grote sprinters, noem maar even Greipel of Cavendish, die hebben altijd een ploeg om zich heen die helemaal gebouwd is op de sprint. En dan als eenling, het is al de laatste 30 kilometer op de finish, is het al gewoon één grote strijd om van voren te zitten. Ja, dan zat ik daar maar een beetje te spartelen in mijn eentje. En, iedereen die werd dan kwaad op me. Ja, daar gaf ik niet zo heel veel om. Maar je verliest er wel heel veel energie mee dan. En we krijgen er nog 2 bij. En ik heb hier een microfoon met een stoel, maar die kunnen die mooi hier zitten. Dan gaan wij aan de zijkant een beetje staan. En die 2 die nu komen, weet je waar, die mogen gelijk met z'n tweeën naar voren. Eentje is een wielrenner die 18 jaar als profielrenner heeft gefietst. Kampioen van Nederland werd op de weg. Kampioen van Nederland werd in een tijdrit. Maar Amstel Cold Race, 2e. Luik Bastenaken Luik, 3e. Waalse Pijl, 2e. Alle grote klassiekers, en dat is echt bijzonder hoor, want ik heb ze ook allemaal gereden. Maar als je alle grote klassiekers in deze wereld bij de eerste 10 kunt fietsen, dan ben je echt wel een wielerheld. Maarten de Bakker. Ja Maarten, ga maar zitten. En, kan je zo, en die andere die erbij komt, dat die man die won ritten in de Tour de France, die won ritten in de Vuelta, die werd ook kampioen van Nederland, tijdrit en op de weg. En die 2 ritten die hij won in de Tour, we hebben er vorig jaar al even over gesproken. 1 rit weet je nog, hè, met Hebner, dat klopte voor geen meter hè. Weet je, die is hem eigenlijk ontnomen, maar een fantastisch sportman. Moet ik even kijken waar hij is, maar oh, hij zit hier vooraan, joh Bart. Dat is, weet je wat het mooie is aan Bart Michael? Weet je, echt waar, 2 jaar terug hè, was hij zwaarder dan mij, 10 kilo. Gewoon, toen zei ik Voskamp, ik zeg, Bartje, je moet beter trainen, want dan ziet er weer, ben je fris uit, het is beter. Toen zegt Voskamp, dat ga ik doen. En toen hebben we met z'n 2 dit, en zei, weet je wat we doen, dan gaan we meedoen aan de Drenthe 200. Dat is een mountainbike, dat is 200 kilometer. En ik was goed getraind, maar dat duurde 5 trainingen, toen kon ik hem niet meer bijhouden. Weet je, met dat irritante tijdrit houdinkje op de racefiets. Hij zegt, kun je mooi bij mij in het wiel? Ik zat nog met de klote in de wind, ik had helemaal geen klote aan. Ik werd helemaal doodziek van. Ik zeg, Voskamp, je moet wel bier blijven drinken, hè? En nou rijdt hij meer wedstrijden. Bart Voskamp. Ja, Bart. Kijk. Ja, misschien kunnen wij even Bart Voskamp en Maarten de Bakker vragen. We gaan nou naar de Tour de France. Tom Dumoulin, 2e in de ronde van Italië. Weet je wat hij schrijft in de Telegraaf? Dumoulin iedere keer. Maar ik vind het wel bijzonder. Hij schrijft iedere keer, ik ben nog nooit zo fit geweest. Zegt hij, hè? En dat naar de Giro d'Italia. Ja, en dat schrijft hij zelf. Ja. Dat vind ik wel bijzonder. Hij zegt van, ik voel me goed, ik ben nog nooit zo fit geweest. Maar wat gaat het worden, Maarten? Ja, die gaat een super Tour de France rijden natuurlijk. Als hij dat zelf al aangeeft en hij heeft heel veel zelfkennis. Ja, ik heb er alle vertrouwen in dat we hele mooie weken te moeten gaan. Dat denk ik ook wel. En Bas? Nou, er zit tijd genoeg tussen en ik denk dat hij er straks weer klaar voor is. Jij weet ook als renner, je voelt jezelf het beste aan. En als jij denkt van nou, ik ben er klaar voor, dan durf je dat tegen de pers uit te spreken. En als je dat doet, leg je de lat voor jezelf hoog en hij durft dat. Dus ik denk dat hij wel dat hij goed gaat zijn. En we krijgen weer Alpe d'Huez. Dat wil ik van jullie wel graag weten. Krijgen we eindelijk weer een keer een Nederlander die dan wint op de Alpe d'Huez? Ja, Gezing misschien wel. Waarom niet? Gezing is voor mij ook weer een goede doen en kan super berg oprijden. Dus
Ja, het zou fantastisch zijn natuurlijk als er weer een Nederlander wint. En waarom geest ik niet? En jij, Michael, waar vind je van nou die kan dat van ons? Nou, ik denk dat als je het over de Nederlandse klimmers hebt die naar de Tour gaan, zouden ze allemaal een bergje kunnen winnen. Dus dat betekent ook dat ze ook de West kunnen winnen. Het is alleen, ja, hoe is de situatie in de koers? Hoe staat het klassement ervoor? Het is heel lastig natuurlijk om. Het is heel moeilijk om een toerrit te winnen, dat weten we allemaal. En die jongens hebben het in zich, maar ja, je doet dat niet zomaar eventjes. Maar ja, het zou wel heel gaaf zijn als er eindelijk weer een keer een Nederlander wint op Alpe d'Huez. Jelle, hè? Weet je, we hebben ook Bauke Mollema. En die zegt nou, vorig jaar, jongen, vind ik fantastisch, loop ik in de Polonaise. Hè? En dan rijd je ook nog een solo van 30 kilometer en denk je, jongen, yes, Bauke, dit was zo'n mooie koersen, man. Vind ik mooi. Laat je maar een keer op achterstand rijden en dan zo'n etappe winnen, net als Michael, dat vergeet hij nooit weer. Hè? Maar nu zegt hij weer, ik ga voor het klassement. Maar ja, wat is dan het klassement voor Mollema? Is voor Mollema niet veel verstandiger dat hij zegt van nou, weet je, dat klassement, ik zie wel, maar dat rit naar Alpe d'Huez, gaskraan open. En Mollema die zegt ieder jaar dat hij voor het klassement gaat, hè? Dus hij gaat nou ook weer voor het klassement. En ik zie ook wel top 5 rijden, maar dan is het toch wel de vierde, vijfde plek. Maar ik denk inderdaad dat hij alle geesting moet gaan koersen. Dus dat betekent dus in de vroege ontsnapping, ik weet niet wanneer Alpe d'Huez komt, in de derde week? Of, ja, derde week. Derde week, ja, ja. Dan heb je kans dat natuurlijk een ontsnapping weg is. Ja, en als hij dan op de 10 of 15 minuten staat, ja, dan moet hij van profiteren, Mollema. En dan zeggen van, nee, ik ga in de kopgroep zitten. En ik ga proberen Alpe d'Huez te winnen. Maar ja, dat geldt misschien ook voor, ja, ik weet niet of Kelderman meedoet of Wout Poels. Die kunnen dat ook en geest ik helemaal. Dus ja, ik zou niet weten welke Nederlander in Alpe d'Huez, maar het zijn een stuk of 5 die zouden kunnen winnen. Ja, we hebben in ieder geval weer een heel legertje Nederlandse wielrenners die het echt goed doen. En dat maakt het natuurlijk ook mooi. We hebben natuurlijk ook nog de rollen van Italië, hè? De Giro Rosa. Rosa, dat is natuurlijk fantastisch. Doen jullie daar ook aan mee? Ja, ja. We hebben komende week het NK en dan de week daarna vertrekken we naar de Giro. En wat is de ambitie met jouw team in de Giro? Ja, wij gaan denk ik proberen ritten te kapen. Dus ik ben benieuwd. De Giro is voor ons eigenlijk de grootste ronde die er is. En toevallig eigenlijk ook tegelijkertijd met de eerste week van de Tour. En de Giro heeft wel echt een grote historie. Dus als je daar een rit kan pakken, dan doe je het wel goed. En dat kijken we wel naar uit. Ja, zeker. Ben, ja, ben jij alweer 100% fit? Ja, ik ben fit, ja. Ja, ja, vanochtend weer goed getraind hier met die mannen, dus nee. Maar ik ben inderdaad terug, ja, sleutelbeenbreuk gehad, maar dat is een klein gaatje in het wielrennen, dus ik ben weer fit. Ja, alle verhalen zijn wel een beetje de revue gepasseerd en jullie kunnen ons dadelijk ook nog van alles vragen, want we blijven hier ook nog wel een tijdje. Langs deze weg, bedankt voor deze ochtend met het fietsen, bedankt voor deze middag. En dames, jullie heel veel succes tijdens NK. Ik wil je in beeld zien, hè? En gas geven, demereren en dat gaat zeker goed komen, heb ik net gehoord. Mag ik straks van jullie, als ik klaar ben met ze allemaal genoemd te hebben, een daverend applaus voor Kenny van Hummel, Jelle Nijdam, Michael Bogert, Maarten de Bakker, Bart Voskamp en Marianne Vos. Ja, en deze middag was het natuurlijk nooit zo mooi geweest zonder Samantha. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken dat ik jullie Montferlandse heuvels heb mogen leren verkennen. Dankjewel Gert, alle manschappen. Ik heb zelf ook heel erg veel genoten, vond ik het heel mooi gedaan hebben. En ik wil jullie ook allemaal hartelijk bedanken. Ik wil eigenlijk dan beginnen, de dames van Wouwdeals. Die willen nog even een fotomomentje voor jullie inlassen als jullie dat op prijs stellen. Die gaan zich dadelijk opstellen bij de tent van La Vos. En dan kun je nog, als je wilt, daarmee op de foto. En daarna zullen ze heel spoedig gaan vertrekken. Want ze moeten nog eventjes nog trainingsarbeid nog verrichten voor de NK. En dan wellicht kunnen deze heren ook nog fotomomenten weggeven voor de mensen die het leuk vinden. Om nog eventjes materiaal te verzamelen voor social media. Om dat weer te promoten.
Ja, dank u wel allemaal. Say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a chance.